Jongens en meisjes, van harte welkom, jullie denken waarschijnlijk. Wat doet de dominee daar in dat maïsveld? Nou, wat is het vandaag voor dag? Het is vandaag dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Oftewel, alles wat we van God gekregen hebben, zoals deze maïs, maar noem alles maar op. Melk, eten, drinken, alles. Maar ook voor arbeid. Dus wat we allemaal mochten doen. Studeren en leren. Dankdag. Maar ja, andere kant is natuurlijk. Kun je wel dankdag vieren in zo'n periode als waarin wij zitten? Want we worden iedere keer weer op de televisie aangesproken door minister Rutte en minister De Jonge over wat er allemaal wel, wat er niet mag. En op dit moment dat dit opgenomen wordt, hebben we gehoord, nou, het kan nog wel even, we kijken het nog even aan, maar het zou wel eens strenger kunnen worden. Het is afwachten. En op dankdag weten we waarschijnlijk wel waar we aan toe zijn. Of de lockdown teruggaat, of dat we nog meer in een lockdown komen. Want ja, jongens en meisjes, we vieren dankdag. En weet u het nog, de laatste keer was het biddag. En weet u wat er gebeurde na de biddag? Toen gingen op zondag de kerken op slot. Door het coronavirus. Ze mochten niet meer bij elkaar komen. En daarom sta ik hier voor een camera. Want normaal gesproken waren jullie naar de kerk gekomen. Maar dat mag niet meer en dat kan niet meer. Natuurlijk, dan hebben we wel een oplossing. Dan gaat de dominee wel voor de camera staan. En zeggen hoe het allemaal moet. Hoe we het dankdag moeten vieren. Maar ja, weet de dominee dat? Kan de dominee dankbaarheid in jullie hart geven? Nee toch? Kijk, weet je wat het is? Die corona, daar zitten we mee. En wat is er allemaal gebeurd door dat virus? Er zijn bedrijven die zijn failliet gegaan. Er zijn mensen die zijn op straat komen te staan. Maar erger nog, en dan neem ik jullie mee naar een ziekenhuis. Erger nog, er liggen zoveel mensen in het ziekenhuis. In verpleeghuisbedden, maar ook op de IC's. Wat een ellende allemaal. En dan moeten we juist nu dankdag vieren. En kan dat dan? Kunnen we daar dankdag voor vieren? Voor zulke nare dingen die we om ons heen zien. Moeten we daarvoor danken? Ja, dat zou je natuurlijk zo kunnen denken. En tegelijk moet je ook zeggen. Kon Paulus danken toen hij op dat schip zat? Want jullie hebben het gehad over Paulus. En die zat in een zware storm op dat schip. En toch lezen, Paulus zegt tegen al die mensen op dat schip die angstig zijn. En die denken, gaat dit wel goed? En die mensen wilden niet meer eten. En dan zegt Paulus, daarom spoor ik u aan om voedsel te nemen. Want dat helpt voor je redding. Want, zegt Paulus, let op, bij niemand van u zal een haar van zijn hoofd vallen. En wat deed die Paulus dan? Toen stond hij op dat schip en toen dankte hij God voor alles wat hij gekregen had. Hij dankte God voor het voedsel. Terwijl hij midden op een wilde zee zat. Met om hem heen wilde golven. En een harde wind. En toch stond hij vol overgave God te danken. En ik denk, hè, jongens en meisjes. Ook al is het een moeilijke tijd. Dat wij God toch kunnen danken. Ondanks alles. Want hij is er wel bij. Hij is wel bij ons in al die moeite, in al het verdriet wat we hebben. En daarom, Heer, zeggen we, Heere, wilt u onze dank aannemen voor alles wat u gegeven hebt. Eten en drinken en gezondheid en als we ziek waren, medicijnen, een dokter. Heel belangrijk. Maar het allerbelangrijkste, jongens en meisjes, waar we God voor danken, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft aan het kruis. Voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan, heeft hij Jezus aan het kruis gehangen. En toen heeft hij gezegd, het is volbracht. Voor u, voor jou en voor mij. Dank u, Heer Jezus. Voor eten en drinken, dank u vooral voor het offer van uw zoon. Wat is dat belangrijk, dat we hem danken voor het allergrootste cadeau wat hij ons gegeven heeft.
een leven met hem hier op aarde. Ja, zelfs tot in eeuwigheid. Zullen we de Here samen danken? Here, trouwe God en Vader, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Op een andere manier, via de film, op het klaslokaal. Maar we danken u, Here God, voor het afgelopen seizoen. Voor eten en drinken, voor alles wat u ons gegeven hebt. We danken ook voor ziekenhuispersoneel en voor medicijnen en dokters, ook in deze moeilijke tijd. Maar we danken u boven alles voor uw Zoon, Jezus Christus, die u voor ons geschonken hebt. Opdat als we in u geloven, eeuwig bij u mogen zijn. Amen.